Dit is een van de mooie plekjes van de Stadsschouwburg van Haarlem. Dit is de torenfoyer. En dit is ook een voorleesplek. Aanstaande 5 oktober, dat is in de herfst, ga ik hier door het hele gebouw met mijn vrienden, acteurs, actrices, komieken, vertellers uit Nederland, Turkije, Suriname, goede voorlezers, gaan wij het tweede Haarlemse voorleesfeest vieren. Kunnen zoveel mogelijk Haarlemse kinderen komen met hun ouders, dwars door het gebouw, bovenin, onder het toneel, op het toneel, door het hele gebouw heen. Wordt voorgelezen en de ouders krijgen een rondleiding door het hele gebouw, achter de schermen. En intussen spannende verhalen, leuke verhalen om te lachen. Tweede Haarlemse voorleesfeest, 5 oktober 2014. Als je daar niet bij bent, maak je een hele grote fout.